Minister Samsudin gaat in op grondproblemen. Minister Rolina Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer heeft tijdens het agendapunt ingekomen stukken in het parlement uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie. Ze ging eerst in op de kwestie Sunny Point, waaruit onderzoek is gebleken dat enkele bewoners nagelvast hebben gebouwd op terreinen waar ze geen titel op hebben. Het gaat om eigendomsgrond waar de overheid alleen een bemiddelende rol kan vervullen. De bewindsvrouw gaf aan dat de verkavelaar bereid is om de grond te verkopen aan de occupanten. Minister Samsudin gaf aan dat de mensen bereid zijn de grond te kopen tegen een overeengekomen financieringsregeling. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.